Hallo jongens en meisjes, welkom terug. De vorige keer heb ik wel wat gevloekt, want ik keek en ik zat al 13 minuten zoveel. Ik was over mijn toeren heen, ik heb direct de video moeten uitzetten en ik ben nu bezig met hem up te loaden. Maar ik garandeer niet dat het terecht gaat komen. Ik ga ze weer. Koekoe, kom maar halen, kom maar halen. Nobody gives. Scorigaiant. Ah, hier. Scorimori. Scorimori, zeg maar. Stoppie, stoppie, doe niet. Dat is waar, kun je vrienden uit. Groei, bam. Ah. Het zijn mijn vrienden. Lolo, lolo, lolo. Oké, niks aan aantrekken als ik iets raar doe, want... Ik heb wel iets meer, ja. Maar dat is geen reden dat jullie hopelijk niet meer naar mijn video's niet meer gaan kijken. En als jullie sowieso al willen stoppen, doet dat dan maar. Dus. Ah, allemaal Japans om level 45 en over, dus we kunnen het aan elkaar. Ik kan ondertussen naar de papier toe. Ze wil altijd een kees moeten blijven. Peter, als je al gaat gaan. Shit. Denk dat mij pakken. Leert gaat redden. Yes. Ik kan het nog nemen. Dan kan ik niet meer. Dan hier zitten. Hier. En dat is. Hey. Wat?
dat dan blijkt bij de T2. T2 en zo. Maar ik weet niet of ik die dikste ga openen. Nee, ja, gelukkig. Echt zo. Man, ik ben kapot. Ik weet niet hoe lang ik moe. Zou ik al stoppen, denk je? Nee, ik ben nog maar 5 minuten bezig. Nou, dat moet die dan. Met die 4 minuten. Helemaal bijna gehad. Computer, mijn mooie weer. Het is zo'n kwartiertje, dus 4. Dus eigenlijk zo goed als de ganse dag gespeeld. Maar we gaan het al over 40. Want ik echt zo voort van mijn champion. Ik word gewoon letterlijk sterker als maar eentje erop. Ik bedoel, ik ben op level 11 begonnen. Ik denk dat ik in een... Oh, dank u. Dank u. Oké. Nu moet ik een quest, denk ik, zelf zoeken. Oké, als jullie willen weten hoe het verhaal verder gaat van War of the Immortals, kijk dan de volgende keer zeker weer naar War of the Immortals Part 8, is normaal dit. Dus kijk de volgende keer zeker naar Part 9. Ik ben level 40 en dit was Part 8. Bye.